Hartelijk welkom bij weer een nieuw seizoen van het programma Rotterdam Centraal. Wij maken dit programma inmiddels al 5 jaar, want er wordt nog steeds volop gewerkt aan het grootste openbaar vervoersknooppunt van Nederland. En na jarenlang vooral onder de grond hebben gewerkt, zijn ze nu bovengronds begonnen en dat werd feestelijk ingeluid. Demissionair minister Eurlings, verkeerswethouder Vervat en de directie van ProRail en NS gaven gezamenlijk het startschot voor de bouw van de OV-terminal. Dit is een heel belangrijk moment, want vanaf nu gaat die hele perronomgeving gaat gewoon aangepakt worden. En eigenlijk na jarenlang voorbereiding en slopen van het oude gebouw ga je nu voor het eerst zien wat het nieuwe gebouw en de nieuwe omgeving gaat worden. Het is een prachtkwaliteitsimpuls voor de stationsomgeving, eigenlijk voor heel Rotterdam. En dat betekent ook veel meer vervoer, veel meer reizigers voor de toekomst. Dus ik denk heel goed nieuws. 3, 2, 1. En daarmee, dames en heren, is de officiële bouwhandeling die heeft plaatsgevonden voor de bouw van de sporenkap van dit Centraal Station. We hebben vanmorgen een starthandeling gehad door demissionair minister Eurlings. Die heeft beton gestort voor de sporenkap die we hier maken. En de sporenkap is eigenlijk een klein deel van een veel groter geheel. Want we bouwen uiteindelijk een OV-terminal Rotterdam Centraal. Dat bestaat uit een sporenkap aan de noordzijde, zeggen wij zelf. En een grote hal aan de zuidzijde. Als reiziger kom je dan vanuit de hal op een plein. Echt bedoeld als reiziger om je eventjes te oriënteren van waar is nou precies die binnenstad. Via het plein loop je dan uiteindelijk over een autoluw Wena. Daar hebben we inmiddels 2 Wena-tunnels gereed en in gebruik genomen. Daar steek je dus heel makkelijk over als voetganger. Dan kom je eigenlijk over een wandelpassage, dus een wandelboulevard. À la Ramblas in Barcelona, zeggen wij, met veel groen aan de zijkanten. En op die manier vind je eigenlijk je weg naar de binnenstad. Terug naar de huidige situatie op het station. Nou, hier op tweede perron zijn de sporen 3 en 4 buiten dienst genomen. En we zijn hier bezig met het slopen van de oude perronoverkappingen. En aansluitend, direct aansluitend nadat de perronoverkapping gesloopt is, worden de nieuwe funderingen gemaakt voor de kolommen waar straks de dakconstructie bovenop komt te liggen. De reiziger kan dit perron natuurlijk niet meer gebruiken. Dat geldt ook voor de sporen 3 en 4. En daar hebben we voorzieningen voor getroffen. De hoge snelheidslijn die hier vandaan vertrok, die vertrekt nu op spoor 1. En daarvoor moest ook ruimte gemaakt worden. Dus de trein die naar Hoek van Holland rijdt, die vertrekt nu buiten de overkapping. Die twee treinen komen achter elkaar te staan. Andere treinen richting Breda, die vertrekken nu van spoor 6, van het derde perron. Het aantal treinen, daar verandert helemaal niets aan. Dus de dienstregeling blijft gewoon intact zoals die was. Het enige is dat er sommige treinen vanaf andere perrons vertrekken. Nou, dit is de sloopfase, dus hier wordt alleen nog maar het oude station verwijderd. En wat we dus nu gaan doen is het opbouwen van de nieuwe constructie. Dus de kolommen waar straks de dakconstructie bovenop komt te liggen. En dit perron komt straks weer terug in dienst. En aansluitend worden de sporen 1, 2 en 3 buiten dienst genomen. En gaan we daar bouwen aan de tunnel voor de reizigers straks. Deze fase die duurt dus 8 weken. Dat is dus de fase waarin een perron buiten dienst is. Op het moment dat we dus 3 sporen tussen de perrons buiten dienst nemen om daar de tunnelbak te maken voor de nieuwe reizigerspassage, gaat dat 15 weken duren. Dus elke cyclus duurt ongeveer 23 weken.